De acties van de stichting Jeugdtandverzorging JTV zijn vanmorgen opgeschort. 4 dagen lang waren de werknemers in actie. Dit geven de secretarissen van de bond bij JTV aan. Wij spraken hen na een rumoerige algemene ledenvergadering. Volgens Jenny McIntosh, eerste secretaris, waren de leden teleurgesteld in het ministerie van Volksgezondheid. Zij zegt dat het personeel de beloofde 25% verhoging die de ambtenaren het afgelopen jaar hebben ontvangen, niet hebben gekregen. McIntosh had verwacht dat de leden geïrriteerd zouden reageren. Die minister kwam dus met 25% en natuurlijk, je gaat voor het hoger, je gaat voor die 25% totdat het tegendeel wordt bewezen. Gisteren heeft de directie ons weer aan tafel geroepen met de voorzitter van het stichtingsbestuur en ze hebben ons het voorstel van die 15% opnieuw gedaan. Vanmorgen moesten we dat meedelen aan de leden en u begreep, de mensen verwachten die 25%, we zijn al lang zo bezig, dus ze verwachten die 25%, het was niet makkelijk om die 15% aan ze aan te bieden. Met veel praten, discussies en zo. Het was heel erg moeilijk. Ja? We hebben de meneer Hooghart ook ingeschakeld om de leden ook aan te spreken of te bespreken hoe de situatie eigenlijk in elkaar zit. Hij heeft het gedaan. We waren samen met de heer Hooghart. Hij heeft de minister van Volksgezondheid ook weer gebeld. En van hem hebben we ook info gehad. Maar feit is, die 25% kan de minister ons dus niet bieden. We hebben het in stemming gebracht, natuurlijk met veel, het ging heel hectisch aan toe, andere mensen boos. Daarvoor zijn we niet in de actie gegaan. Maar uiteindelijk moet je wel een beslissing treffen, moet je wel komen tot een punt om verder te kunnen gaan. McIntosh zegt verder dat de ALV akkoord is gegaan met de 15% verhoging en heeft besloten het werk te hervatten. De stichting heeft baat bij de inkomsten, dus wij kunnen niet al te lang wegblijven van het werk, zegt de eerste secretaris. Lucia Amelo, tweede secretaris, geeft aan dat de bond het besluit van de ALV aan de directie zal meedelen. We gaan het besluit meedelen van de algemene ledenvergadering. En ze hebben ook het besluit genomen, zeg, vandaag schorten we de acties op. De mensen moeten morgen normaal aan het werk. Als er andere ontwikkelingen zijn of bijzondere ontwikkelingen, dan horen ze dat tijdig. Ja, dus dat is met ze afgesproken. Denkt u dat de beslissing is genomen aan de hand van liever iets dan niets? Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Waarom zouden ze dat doen, liever iets dan niets? Het is ons toegezegd, toch? De minister heeft ons het beloofd, toch? Dus we moeten het krijgen, toch? Maar je moet ook redelijk zijn, toch? Je moet redelijk zijn en je moet ook kijken, zeg, ga je voor een oplossing of wil je verder, toch? Je moet gewoon redelijk zijn en ik denk dat de redelijkheid heeft gemaakt dat ze tot het besluit zijn gekomen. Maar het heeft wel heel veel moeite gekost. Dat hebt u zelf gezien, toch? Het heeft heel veel moeite gekost. En dat hadden wij als bestuur verwacht. We hadden het verwacht. Lucia Amelo, tweede secretaris van de bond van de stichting Jeugdhandverzorging. Zij heeft samen met de eerste secretaris, Jenny McIntosh, de leden vanmorgen toegesproken op de ALV. Hen is voorgehouden de salarisverhoging van 15% te accepteren en de acties voorlopig op te schorten. De ALV is gehouden in het CLO-gebouw.